verder op zoek naar leuke anekdotes. Kom. Hoi. Hoi. Willen jullie misschien even in de camera vertellen wie jullie zijn, waar jullie Evie van kennen? Hallo. Is het voor Evie? Ja. Hoi Evie. Tineke. Anja. Dian. Wij zijn eigenlijk vriendinnen van Corine. En Corine is weer een vriendin van Evie. Maar wij kennen Evie van het uitgaan. Dat is een hele lieve meid. Ja. Ja. Want jullie horen bij de vrijgezellen club. Nee. Wij zijn de andere klas. Wij zijn blij dat ze vriendinnen heeft die niet vrijgezel zijn. Anders moet u iedere keer mee uit. Nee, dat is een mannenboos. Nee. En hebben jullie misschien nog iets leuks meegemaakt met iemand wat leuk is om te vertellen op de camera? Ja, eigenlijk wel. Maar blijft dat wel geheim? Ja, dat blijft dus. Hoi. Evie valt op mannen die ik ook leuk vind. Oh, ja, dat is heel leuk. Ja, ja. Maar Evie kan dat meedoen natuurlijk dan. Hè. Ja, alle mannen vinden Evie leuk. Ja, vooral als Evie, en het kan vooral de heksenjurk aan heeft. En een zwarte kruikel. Ja, ja dan is dan zijn je. Maar weet Evie wel meer van natuurlijk. Hè. Van, ja. En feestjes bij Kok. Ja. Oh ja. Feestjes bij Kok, dat weet Evie ook wel. Ja. S'nachts om 4:00. Oh ja, was ik niet bij. Nee, nee maar wel. Ik wel. Ja. Wat gebeurt er dan om 4:00? Ja, dan gaat de kok koffie zetten. Oh. Ja. En jij was dronken. En ik was dronken. Ik ook. Ja, ik ga dan naar huis. Dat is dan alweer slim natuurlijk. Ja. 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 Plezier die 10 jaar die nog komen gaan. Nou, meer. Ik heb 40 jong erbij. Maar met een hele leuke man ook. Ja, zeker. Dat komt zeker. Die mannen weten niet wat ze missen. Hallo Evie. Nou, dinsdag op mijn verjaardag was erg gezellig. Ik heb het over jouw verjaardag gehad dat ik volgende week zou vieren. Maar nou ja, we hebben je verrast met deze verjaardag. En nou, het is hier hartstikke gezellig. En ja, proost op je op na de 50 zou ik zeggen. Dag schat, vele kusjes. Doei. En hier achter hebben we Kok. Kok moet ook even. Kok, zou jij misschien willen vertellen waar je Evie van kent? Evie ken ik van vroeger, van het uitgaand leven. En ja, en stappen en ook van thuis, van de mountainbike. Oh, ja, ja, ja. Van het zwembad. Ja, van het zwembad. Dat is lang geleden, maar... Ja, ja. Ja, want Arno is jouw broer, toch? Ja, ja. Evie, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. Dank je wel. Graag gedaan. Dan gaan we nu naar Ron toe, want Ron wil ook heel graag nog iets zeggen tegen Evie. Ron, ik had begrepen dat jij nog graag iets tegen Evie wilde zeggen. In de camera gaan. Bedenk dat ik mijn eigen zelf uit heb genodigd, Evie. Ja. Misschien wil je ze nog feliciteren. Heb ik gisteren al gedaan. Oké. Maar nog gefeliciteerd. Dank je wel. Yo. Ik hoor net dat de collega's van Evie nog even hebben nagedacht. En dat ze nog een leuke anekdote weten over Evie. Hallo. Hij kruipt weg. Ik had begrepen dat jullie al nog een leuke anekdote hadden te vertellen. Ik weet er ook nog wel eentje. Ja. Ga jij eerst, of niet? Ja, ik ga eerst. Evie die wil namelijk gaan parachute springen zonder parachute. Ja. Dus dan mag ze bij deze. Mag ze, als ze dit hoort, mag ze gaan kijken hoe ze dat gaat doen. Al wil ik dan graag nog wel een keertje weten. Ja. En dan moet je maar aan haar vragen wat dat is en dan legt ze dat wel uit. Maar ze heeft ook bepaalde computerprogramma's op de computer staan. En die willen niet opstarten. Maar dat komt door de fireworks. Ja, ja. En dan weet ze wel wat dat is. Dankjewel. Ja, of, had je nog... Nee, verder hebben wij niks. Ja, ze loopt overal tegenaan op het werk. Evie is een kei en overal tegenaan lopen. Ja. Ja. Vooral tegen problemen. Ja. Nee, tegen deurstijlen ze allemaal. Ja. Loopt ze allemaal naar een lekkere man aan de balie te kijken en dan loopt ze overal tegenaan. Ja. Politieagenten. Sorry, Evie. Politieagenten. Politieagenten met handboeien. En leren broeken.
Ja. Ja. En ze krijgt ook een nieuw plekje op kantoor. En dat is helemaal achterin. En dan kan ze geen lekkere mannen meer kijken. Dus dat vindt ze wel heel erg. Ja. Ja. En ze gaat vooral de motoragenten missen. Ja. Ik denk dat Ivy niet meteen ons gaat praten. Ja, gelukkig. Nee hoor, Ivy. Nee hoor, grapje Ivy. Dank jullie wel. We hebben hier Mark Jan, die wil graag, die loopt naar buiten omdat hij denkt, hier is het wat rustiger om te praten. Ja, nee, ik heb net met Ivy staan te praten. Ja, dan krijg je die spanning. Ik ben net zelf ook 40 geworden, dus... Dus ik weet hoe dat voelt. Maar Ivy, ja, ze is er goed onder. Ja, vind ik wel. Ze zegt zelf, ja... Ja, je merkt er niet veel van. Nee, wel. Nou, Ivy, bij deze wil ik je van harte gefeliciteerd, ja, zeg maar, met je 40e verjaardag. Ja, weet ik niet. Ja, gewoon proficiat. Maak er een gezellige dag van en ik zie wel dat je daar heel veel plezier in hebt. Dat er zowel collega's als familie als vrienden aanwezig zijn. En ja, en ze genieten ervan. En dat vind ik het belangrijkste. En voor Ivy ook. Dankjewel. Ja, we staan hier bij de favoriete neef van Ivy. En we gaan eens even kijken hoe het met Maurice is. Nou, mijn Maurice gaat hartstikke goed. En mijn Ivy ook, 40 jaar jong meisje. Van harte gefeliciteerd. Ja, van harte gefeliciteerd. Mijn 40e verjaardag. Ik zal het 40 keer zeggen. Van harte gefeliciteerd. Nou, we hebben hier iemand die het volgens mij heel leuk vindt om even gefilmd te worden. Ik weet zijn naam niet, dus die gaan we even vragen. Deze vreemde man hoor je niet thuis. Wie is deze vreemde man? Ik ben William. William. En William, waar ben je? Nou, ik moet om 5:30, ik ben iets te vroeg, ik moet om 6:30 heb ik de strip act. De stripper? Ja. De stripper noemen ze hem. Maar ja, hij moet mij nog niet verraaien, hebben Ivy. Nee, maar ze krijgt hem pas later. 6:30. Ja. Ik heb nou een pilsje gekregen bij mijn moed in aan het drinken. Dit is voor mij de eerste keer. Dus ja, ik probeer het maar. Maar ik weet alleen de plaats nog niet. Op ja, maar stoot ik mijn hoofd. Het is iets te hoog. Dus ik ben nog een beetje aan het kijken waar ik moet gaan staan. Weet u iets of niet? Misschien achter de bar? Of... Achter de bar, dat je me niet ziet. Kan ik net zo goed de broek aanhouden. Ja, dat toch maar gehurkt op het biljart, denk ik. Nou, ik doe mijn best.